De coronacrisis treft ons allemaal, fysiek, sociaal en economisch. Onze gedachten gaan uit naar de mensen in quarantaine en op de IC's, naar hun families, naar de nabestaanden van de overledenen en naar de ondernemers en werkenden die in deze crisis in hun bestaanszekerheid worden aangetast. Om iedereen te beschermen tegen en te compenseren voor de gevolgen van de coronacrisis is het beroep dat nu gedaan wordt op de gemeente extra groot. Dit terwijl de gemeente het al niet breed heeft. Het resultaat van jarenlang uitknijpbeleid van de kabinetten Rutte wordt nu duidelijker zichtbaar dan ooit. Rutte heeft de verantwoordelijkheid voor zijn bezuinigingen afgewenteld op de gemeente. Hij gooide steeds meer taken op het bordje van de gemeente zonder het daarvoor benodigde geld mee te leveren. Van begin af aan heeft de SP in de gemeenteraad hiervoor gewaarschuwd. Nu begint bij andere partijen ook het besef te komen dat het zo niet kan. Maar jarenlang waren wij een roepende in de woestijn. De gemeente zou die taken zogenaamd beter kunnen. Maar ondertussen is Veenendaal nog steeds bezig met de organisatiestructuur die 15 jaar geleden al op poten gezet had moeten worden. Het geld dat we hebben gaat voor een groot deel op aan onnodige bureaucratie, terwijl de zorg jaar in, jaar uit wordt versoberd en afgeschaald. De zorg is niet het enige terrein waar we als gemeente vastlopen. Er is ook sprake van een wooncrisis. Mensen moeten te lang wachten op een woning en worden uit nood gedwongen om genoegen te nemen met een woning die eigenlijk niet geschikt is of te duur. De nood is het hoogst in het goedkope segment, maar de meeste partijen in Veenendaal willen dat er vooral duurdere woningen worden bijgebouwd. Wat de SP betreft kan Veenendaal zich dit niet permitteren. De ruimte is schaars. Benut die om in de behoeften te voorzien. Veenendaal is een plaats van harde werkers. Wij kunnen uit deze crisis komen als we samen de schouders eronder zetten. Maar dan moet er wel een andere koers worden ingezet. Een koers van menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. Met elkaar voor Veenendaal.